Hoi allemaal. Sorry. Je kan me ineens opzetten. Hoi allemaal. Leuk jullie weer te zien. En woep woep. Woep woep. Ik heb een shopper. Een shopper. En ik heb gekregen een cadeautje. Laat ik maar eerst met de shopper beginnen. Want die is behoorlijk veel. Even kijken. Deze, in ieder geval twee trips kruidvat. In ieder geval deze twee gekocht. Was 1 plus 1 gratis. Normaal 14,99. Dus ik heb er 1 gratis. Opzij. Ook 3-6 keer paracetamol voor 1,25. Dan heb ik deze Diari rozemarijn mintolie. Dus, met een pipetje, dus voor, speciaal voor je haar. En dan had ik ook deze. Die kan je ook gebruiken als primer. Dus die gebruik ik ook als primer. Dus niet veel bijzonders. Het is gewoon. Zo'n potje dus. Dat. En de tweede trip was, even kijken wat dit is. Oh ja. Was ook bij de Ethos geweest. En daar heb ik Ultechniek sponsjes gekocht. Dit is een Miracle Powder Sponge Soft Filter Finish. En dit is de Real Techniques Miracle Face and Body Sponge. Kan je zelfs voor je gezicht als voor je lichaam gebruiken. De ene was 7,99. De andere 9,99. Dat. En de tweede trip van het kruidvat was ook een 6x paracetamol. Dus die. Remdesivir oogledencrème van €36,99. Die wilde ik graag, heel graag proberen. En dan had ik Yari Leave-In Conditioner. Moisturizing Leave-In Conditioner. Smooth Definition stimuleert de haargroei. Dit is van de nieuwe lijn. Dus ik was hier heel erg nieuwsgierig naar. Dus die. Dan heb ik ook gewoon van de groene lijn de shampoo gekocht. En de Girl, even girly mousse. Die was €7,99 en de shampoo was ook €7,99. De mousse was €7,49. En dan Ernst Nivea Shea Butter 1 plus 1 gratis. Is van Nivea. Dus eentje gratis. Je had ook Unicura. Dat
Het is ook 1 plus 1 of 3 euro korting. Dus 2, 4 maal. Dus dat was het kruidvat. Dan ben ik bij de Skechers geweest. Daar heb ik deze gekocht. En deze waren 74,99 geloof ik. Even afweten. Ja, 74,99. En ik ga het jullie verklappen. Ik ben gewoon een hele maat gekrompen. In plaats van maat 39 zit ik nu in maat 38. Don't ask how. Zijn we nog naar de Hema geweest. En daar heb ik Happy Easter eitjes gekocht voor Ernst, want die is gek op die eitjes. Deze is leeg, die zit in een glazen schaaltje. En twee paar sokken voor 10,50 euro. Die sok in had, ik gleed weg in mijn sokken, dus ik hoop dat deze minder wegglijdt in mijn schoenen of werkschoenen, wat dan ook. Dus die. En dan ben ik ook bij Kiko geweest. Want ik heb wat dingen uit mijn handen laten vallen met mijn stomme hoofd. Dus ik heb een paar paletten gekocht. 2 plus 1. Ik denk, nou, zo gelijk van genieten. Ik ga binnenkort weer terug. Dus. In ieder geval. Deze. Die. Die. En die. Scheelt in prijs. Ik zal die onderlinken. Ik zal zeggen, doe een duimpje hoog, abonneer op mijn kanaal, druk op belletje.